Welkom, ik ben Astia. En ik ben Desmond. Wij gaan van Stichting Jouw en we hebben vandaag voor jullie een kookactiviteit voorbereid voor het Urban Mix Festival. We gaan een menu met jullie koken. Ik neem jullie mee met het hoofdgerecht en straks gaan jullie met Desmond het nagerecht maken. Ik ga even alle spullen klaarzetten en dan komen we zo weer terug. Maar voordat we beginnen gaan we uiteraard onze handen wassen. En als je lang haar hebt, doe even je haar vast, want haar in je eten wil natuurlijk helemaal niemand. Iedereen weet natuurlijk tegenwoordig wel hoe je handen moet wassen. Jullie zijn vast en zeker benieuwd wat we gaan koken. Als hoofdgerecht gaan we een gezonde kapsalon maken. Ik hou echt van kapsalon. Alleen de echte variant is niet altijd echt gezond voor je. Dus heb ik een gezonde variant voor jullie bedacht. Ja, niet zelf natuurlijk. Wat je daarvoor nodig hebt. Het lijstje wordt trouwens met jullie gedeeld. En ik zal even... Misschien kan de cameraman dichterbij komen om te laten zien wat je nodig hebt. Je hebt nodig kipfilet, ijsbergsla, zoete aardappelfriet. Ik heb gekozen voor alles al in een gesneden variant. Dat scheelt natuurlijk wel het werk. Griekse yoghurt, sriracha saus, zout en peper, geraspte kaas, een bosuitje en knoflookteentjes en shawarma kruiden. Ik begin met de zoete aardappelfriet om die te bakken. Op de zak staat hoe je die kan bereiden. Je kan hem in de oven doen of in de koekenpan. Ik ga hem in een airfryer doen omdat ik dat makkelijk vind en ze worden dan lekker knapperig. Ik heb het is de eerste keer dat ik een airfryer gebruik. Het is niet in mijn eigen keuken waar ik nu ben. Dat moet ik even toegeven. Ik zet hem op 200 graden. Daar staat hij al op. En ik doe hem een kwartiertje erin. En nu maar hopen dat ze lekker knapperig worden. En dan ga ik de kip snijden in reepjes. Ik haal altijd wel deze, ja, ik weet niet hoe ik het noem, kniepeltjes of zo, haal ik er altijd even af. De kip moet je in reepjes snijden, zodat je echt een beetje shawarma reepjes hebt. En zeg maar al die vetstukjes haal ik eraf. Zo. En ik was altijd weer mijn handen nadat ik de kip heb vastgehouden. Oké, nadat je de kip in reepjes hebt gesneden, heb je de shawarma kruiden nodig. Je hebt daar ongeveer 2 theelepels van nodig. Maar ja, als je het lekker vindt of je hebt meer kip dan ik, dan gewoon een beetje op gevoel. Ik doe er misschien een beetje bij. 2,5. Dan hussel je dat een beetje door elkaar. Een beetje zout nog. Te veel. En een beetje pepertje. Ik hou wel van spicy. En dan gaan we dit zo bakken. Beetje boter in de pan. En als dat warm is, dan doe ik de kip erin. Oh, ik vind het toch handig aan die kant. Ondertussen staat de kip op en dan ga ik zo de saus maken voor over de kapsalon. We maken onze eigen gezonde knoflooksaus. En ondertussen moet je natuurlijk wel even de kip in de gaten houden, dat er niet iets aanbrandt of zo. En doe ook voorzichtig met het vuur uiteraard. Ja, je weet, de kip is klaar als, als het vocht een beetje weg is en wanneer het een beetje lekker knapperig eruit ziet, zeg maar. Ik schil ondertussen mijn knoflookteentjes. Oh, dat was de ping van de airfryer. De frietjes zijn klaar. Doe dit met een pers. Knoflookpers is misschien wat makkelijker voor je. Tenminste, wel voor mij. Alles erheen halen.
denk wel dat als je het maakt voor je ouders, dat je ouders heel blij zullen zijn. Super lekker, denk ik. Zo. Pak even een lepeltje. Van de Griekse yoghurt heb je 3 eetlepels nodig. Ik heb wel een beetje grote eetlepels zoals je ziet. Ik hou van veel. Dan roer ik alvast een beetje door elkaar. Kijken en dan moet de sriracha saus erin. Dit is een hele pittige saus. Oh, ik lik aan mijn vingers. Mag natuurlijk niet. Dus de sriracha saus, er moet ongeveer 2 eetlepels van in. Maar als je van extra pittig houdt, kan je ook wel meer doen. Maar je kan ook natuurlijk op het einde, als je kapsalon klaar is, kan je het ook nog eroverheen doen. En dit roer ik nog even door elkaar. Best een rode knoflook saus. Zeker. En om het helemaal af te maken kan je er nog een beetje zwarte peper in doen. Dat ga ik ook zo even doen. Ondertussen roer ik nog even een kip door. Een beetje zwarte peper in. Om het af te maken, wat ik net zei. Een beetje het gevoel. Die klontjes die je in de saus hebt, dat is natuurlijk van je yoghurt. En als je meer saus wilt, zoals ik net zei, dan kan je dat later nog op je kapsalon erbij gooien. Ik denk dat mijn kip bijna klaar is. Gaat lekker pruttelen. Ik ga meteen alles opbouwen, jongens. De kapsalon. Misschien met de frietjes onderop. Beetje goed verdelen over de ovenschaal. Tweede laagje wordt de kip. Ook een beetje goed verdelen. En dan natuurlijk kaas. Iedereen houdt van kaas. Zo, komt er een beetje een klontje uit. Even goed verdelen. Dus Desmond, zou je hier maar kaas op willen? Of vind jij dit genoeg? Even kijken. Nee, je mag wel wat meer kaas op. Meer kaas, hè? Ja, wat meer kaas. Moet goed vol met kaas zitten. Juist. En dan gaan we die even onder de grill zetten in de oven. 2 tot 3 minuten. En dan de rest opbouwen. Ik zet hem even lekker in de oven. In de grill, zoals ik al net zei. En dan moet hij dan even 3 minuten erin. Tot de kaas lekker gesmolten is. En dan gaan we verder opbouwen. Daarna. Ondertussen heb ik even de keuken opgeruimd. En ga ik het bosuitje snijden. Die hebben we zo meteen nodig voor de garnering. Dat is lekker om erover op te gooien. Ik haal altijd het buitenste blaadje eraf. En deze slappe takjes gebruik ik eigenlijk ook niet. Ik snij dan even in dunne ringetjes. Ik heb het eentje door. De kaas is bijna gesmolten. Zo goed als. Die ziet er echt goed uit. Dus die ga ik even uithalen. En dan gaan we verder afmaken. Als het goed is, ziet zo je kapsalon eruit als
Als je hem even in de oven hebt gezet. En dan zie je gewoon heel goed dat het kaas is gesmolten. Als eerst leg je een beetje ijsbergsla erop. En als jij het lekker vindt om nog wat komkommer en tomaten te doen, dan kan je dat uiteraard ook doen. Dan met van alles wat jij lekker vindt, beleggen eigenlijk. Een beetje goed verdelen. Zo, en dan deze saus eroverheen. Wel een beetje dik. Ik weet niet hoe ik dat ga doen, maar een beetje zo. Verdelen ook. Het ziet er echt wel goed uit. En als garnering dus als laatste. Een beetje van die bosuitjes. Jij zei dat salt B, hè? Dat gaat niet. Maar dat was bijna gelukt. Dat was bijna. Die verdwijnt zo lekker in het buikje. Sowieso. Mooi. Ik doe het toch een beetje voor de kleur. Een beetje zo. Dit eroverheen. Ziet er wel leuk uit. Nou. Ik hoop misschien zo'n beetje heet. Dit is hem, jongens. Wij gaan daar zo lekker van smullen en laten we weten hoe het was. Waar zijn de duimpjes? Ik vind het echt super lekker. Desmond, wat vind je ervan? Ja, dat is je hebt gelijk. Hij is heerlijk. Heerlijk, hè? Top. Nou, wij gaan lekker genieten. En zometeen komen we jullie terug met het toetje. Nou, jullie hebben net het filmpje gezien met Astia. Nou, voordat we beginnen, gaan we eerst even onze handen wassen. Dat kan je doen met heet, koud, lauw water, wat je zelf wilt. Gebruik een beetje zeep. En natuurlijk een handdoek om je handen droog te maken. Zo, maar ik ga het toetje maken. En wat heb je daarvoor nodig? Een appel, 1 of 2, ligt eraan hoeveel je er wil maken, want we gaan appeldonuts maken. Je was natuurlijk je fruit ook altijd even af, dus ja. Ja, appeltjes gewassen. Even kijken, ik ga zo meteen even de appel snijden en zo meteen ga ik verder met andere fruit wassen, want ik heb hier nog voor jullie blauwe bessen en frambozen die we nodig hebben. En we hebben hier aardbeienyoghurt en perzik passievrucht. Je snijdt de voorkant eraf. Zo. Tak. Ja, dat is 1. Dit is 2. Ja, en dan snij je als het ware gewoon plakjes van je appel. Dat ga ik nu even doen. Maar nou, zoals jullie zien, ik ben ook geen chef-kok. En dan maak je, als het ware ga je nu een rondje in de appel maken. Ik ga het met de mes doen, maar als je een klokhuisverwijderaar hebt, is het heel makkelijk. Dan plop je hem zo in het midden om het klokhuis eruit te halen. En dan heb je eigenlijk al je donut. Even laten zien hoe je het rondje met een aardappelschilmesje of zoiets, als je geen klokhuisverwijderaar hebt, hoe je dat dan kan maken. Nou, je steekt hem er gewoon in. En je draait in principe wel eens een beetje de appel mee. Kan je het zien? Kun je het zien? Kom iets dichterbij. Kom even close-up, ja? Moeten we 1,5 meter afstand houden? Ja, kijk. Ja. Hoppa. En dan krijg je je appeldonut. Nou, dat ga ik nu ook even bij de rest doen. Ik kan wel een eigen kookprogramma beginnen zo. Jijzeker? Ja, hè? Nou, dan heb ik nu allemaal appels. Ja, dan zet je hem netjes op een bordje, op een plankje, wat je zelf wil. En nu gaan we de blauwe bessen en de framboosjes, die gaan als topping ook op je appeldonut. Nou, ik gooi ze even in deze vergiet. Vergiet, afgieten.
Nee, vergiet. Is het wel een vergiet? Ja. Nou, zoals jullie horen, jullie weten al dus mijn kookkunsten, dat ik nooit in de keuken sta, maar voor jullie wel. Nou, dan was je deze ook even af. Even zo op. Volgende zijbeek. Hartstikke. Pats boom. Zo. Zet je er even neer. En dan pak je twee schaaltjes. In de een doe je dan de aardbeienyoghurt. Of het kan ook andere smaken zijn, als het maar een fruitjoghurt is. Lekker gezond ook. Knal je in een bakje. Dat is één. En dan de perzik passievrucht. Daar heb je stuk één. Zo. Knal je erin. En dan pak ik eigenlijk even leek. Nou, dan pak ik eerst even kijken de aardbeienyoghurt. Nou, en dan schep het op een lepeltje. Want op een lepeltje, als je het zo doet, dat is wat makkelijker. En dan doe je zeg maar als dressing, doe je de yoghurt over je appeltje heen. Kijk. Oh, iets te veel. Dus let goed op. Nou, en dan kan ik kiezen wat ik hierop zou willen doen. Of framboosjes of de blauwe bossenbessen. Nou, ik ga bij deze voor de framboosjes. Nou, dan leg je deze zo erop. Nou, en zo kan je de rest eigenlijk ook allemaal aankleden. En dat ga ik nu ook even doen. Ik heb net uitgelegd hoe ik de eerste deed. Nou, verder heb ik mijn kunstwerk afgemaakt. Dat kunnen jullie ook doen. De topping, zeg maar, qua yoghurt zit erop. Fruit zit erop. En als extraatje kan je bijvoorbeeld geraspte kokos voor een beetje extra smaak. En dan gooi je er een klein beetje overheen. Zo, hier een beetje. Hele mooie topping als laatst. Ziet er echt goed uit, Desmond. Ja. Heel gezellig. Ja, daarom. Het geeft ook een leuke sfeer met al die kleurtjes en alles. Zo. Oh, nou, dit is nog iets te veel. Nou, en dan zou ik zeggen, aanvallen maar. Probeer er maar een, Astia. Wil je lekker een donutje van mij? Een gezonde donut. Ja, is goed. Ja, is goed. Oké, ik ben benieuwd, Desmond. Ja. Liefdalige collega's, als jullie het proeven en mij een cijfer zouden willen geven. En wat zouden jullie me geven voor het mooie kunstwerk? Een lekker fruitig hapje? Ja? Ja. Is het lekker fris? Het is fris, ja. Ja? Heel fris. Het is fris. Dus een gezond toetje? Ik zou voor hoe het eruit ziet sowieso een 9. Ja. Voor smaak een 8,5. Ja. Kijk, dat is een mooie uitslag. Zeker maar. Het waard. Ja, en Letitia heeft even aangeschoven. Juist, onze collega natuurlijk. Iedereen uit Vreutenwijde kent haar wel. Dus, ze deed ook altijd koken. Kijk, dat bedoel ik. Dat klopt inderdaad. Het is lekker, Desmond. Hier, alsjeblieft jongens. Geniet ervan. Nou, bedankt voor het kijken. We vonden het super leuk om voor jullie te koken. Volgende keer hopen we dat we weer samen in de keuken van de wijde wereld kunnen koken. Met jullie erbij. En dat jullie dus ook bij de Urban Mix weer komen. Helaas, door de corona moet het even zo doen, via online. Maar wij hebben in ieder geval genoten en we hopen dat jullie het lekker gaan vinden, wat jullie gaan maken. En het ook nadoen, hè? En het ook namaken. Ja. Dat hopen we wel, want anders hebben we voor niks gestaan. Dus stuur even je foto of iets naar ons op. En we zullen het hele recept wel even delen op waar dit terecht komt. En een goede tijd nog! Dat was het koken met Astia Desmond.